was op de kleuterschool al het jongetje dat zo goed kon tekenen. En dat hoorde je net wel, als het verhaal ging over Mozes, of Noach en de Ark, dan moest ik de dieren op het bord tekenen. En nou ja, het echte serieuze schilderen is vanaf een jaar of 16, 17. Mensen van mijn leeftijd die vragen mij dan van hoe lang moet je nog? En ik ben 61. Goh, ik heb het idee dat ik nog maar net begonnen ben. Weet je, er is nog zoveel te ontdekken. Ik heb heel veel werk gemaakt, heel veel getekend, heel veel geschilderd. Maar er is nog zoveel wat ik niet geschilderd heb. Dus daar zou ik nog wel graag nog wel een aantal jaren voor beschikbaar willen hebben. Tekenen en schilderen, er is eigenlijk voor mij helemaal geen verschil tussen. Kijk, tekenen dat is een heel praktisch wat makkelijker. Als je een tekenreis maakt door de Himalaya, dan is het makkelijker om een schetsboek bij je te hebben en een krijtje. Dan om een schilderskist en een ezel en doeken. Dus het is meer vanuit praktisch oogpunt dat ik soms teken en soms schilder. Maar voor mij is er verder geen verschil. Ik word gewoon aangezet door de visuele werkelijkheid. En ik denk, ja, dat wil ik schilderen. Soms is dat een paard en soms is dat een landschap en soms is dat een vloer met sering of licht. Ja, en dat wil ik schilderen, daar denk ik eigenlijk niet eens zo heel erg over na. Ik begin gewoon en heel vaak gaat het mis en enkele keer gaat het goed. En wat goed is, dat hangt hier nu. Ik heb een gelukkige omstandigheid dat ik eigenlijk al sinds de academie kan leven van mijn werk. En mijn grootste kapitaal is gewoon mijn vrijheid. Ik neem ook geen opdrachten aan. Ik wil de baas blijven. En ja, dat heb ik altijd zo gehad. En ja, dat levert genoeg op om onafhankelijk te blijven. Ja, want ik werk niet met officiële galeries of kunsthandelaren, hè, want ik wil een beetje buiten het gebied van de commercie blijven. Dus alles wat ik maak, hè, dat wordt ook uit huis verkocht. Ja, mensen sturen mij een e-mail of ze langs kunnen komen en die komen bij mij kijken en enkele keer kopen ze iets en een andere keer kopen ze niet iets. En zo gaat het eigenlijk al sinds mijn academietijd, of sinds 1982.